Nou kan ik wel zeggen dat ik de allerbeste wat ben, ja. Drie truitjes, drie keer wereldkampioen. Had je dat zelf ooit kunnen verwachten? Nee, verwachten zeker niet. Ik had natuurlijk vorig jaar met sprint en teamsprint hoopte ik eigenlijk dit jaar wel hetzelfde te doen. Ik hoopte eigenlijk mijn trui te verdedigen en te behouden. Ja, maar dat er een derde bij komt, dat is, nee, daar had ik niet eens van durven dromen eigenlijk. Nee. Was jij zo goed dan? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, want ik begrijp dat er nooit voorgekomen is deze combinatie sprint, teamsprint, keihard winnen. Nee. Ja, maar dat soort dingen, dat besef je eigenlijk altijd na de rand pas. Want dan word je na de rand geïnterviewd, dan word je dat verteld. Dan denk ik van, zo, dat is eigenlijk wel heel, heel bijzonder. Je beseft dat ik helemaal niet wat je gedaan hebt. Ja. Dus ja, niet te bevatten. Hattrick Harry hoorde ik al. Ja. Ja, dat werd vorig jaar, op het eind van het jaar werd het al gezegd. Dat vond ik toch maar één klinken, maar dat klinkt toch wel goed. Het was ongelooflijk. Ja, je weet, met die teamsprinten hadden we die verwachting van. Maar die Keirin was echt, dat hadden we nooit durven dromen dat hij daar zou kunnen winnen. En ja, toen die sprint, ja, dat was echt wel, ja, dat hij die finale haalde, dat was eigenlijk al goed. Want dan wisten we, dan is zijn WK geslaagd. Ja, en dat hij weer wint van Jeffrey, dat is wel heel mooi. Maar heel Nederland verwacht nu drie gouden medailles, mee naar Leuksgesten. Dat zou kunnen. Maar ik ben redelijk gewend aan hoge verwachtingen. Ik ga niet naar de Olympische Spelen en ik denk ik ga dat drie keer goud halen, want dan loopt het wel in de soep, denk ik.